Duitsers de mist in met Maxima. En maak geen ruzie met deze prinses. Welkom bij Royalty Vandaag met straks ook nog beelden uit Engeland en uit Denemarken. Naast mij, u ziet het misschien meteen, ontbreekt Pieter Klein-Beernink, onze koningshuisdeskundige. Hij is lekker een weekje op vakantie, maar aan bijzondere beelden geen gebrek hoor. Van koningin Maxima bijvoorbeeld, die afgelopen zomer al een onopvallende, bijna onzichtbare beugel kreeg. De collega's van het Duitse Bunte hadden daar deze week ineens goed nieuws over. Seit august 2017 trägt die Niederländische Königin eine Zahnspange, um den Biss ihrer Backenzähne zu korrigieren. Nun, 7 Monate später, hat sich der zahnärztliche Rat bereits ausgezahlt. Ihre aktuellen Auftritte zeigen, dass die Ehefrau von König Willem-Alexander ihre Spange endlich los ist. Bereits Mitte März bei der Eröffnung eines Fachzentrums in Den Haag zeigt Maxima ihr zahnspangenloses Lächeln. Het klinkt heerlijk en natuurlijk hebben we dit even nagebeld bij de RVD, maar die zegt dat het niet klopt. Toegegeven, het is natuurlijk moeilijk te zien omdat hij doorzichtig is, maar Maxima heeft haar bijna onzichtbare beugel dus nog steeds op dit moment. Maar hij is niet alleen minder opvallend en een stuk goedkoper ook dan de slotjes die Amalia heeft, maar ook nog een stuk sneller. Dus waarschijnlijk betekent dat dat het niet heel lang meer duurt. Zometeen nog meer Maxima, want die oogste deze week internationale lof met een knalroze jurk. Maar eerst koninklijk in het kort, met een prinses waar je maar beter geen ruzie mee kunt krijgen. Want deze schietende royal in camouflage-outfit is, had u er al herkend, kroonprinses Victoria van Zweden. Ze is hier op bezoek bij een speciaal legeronderdeel. Later mocht ze ook nog een handgranaat gooien, daar zijn verder geen beelden van. Maar ook dat heeft iedereen overleefd. De Royal Wedding van Harry en Meghan, half mei, betekent ook werk aan de winkel voor Madame Tussauds in Londen. Het Wassenbeeldenmuseum heeft alvast een hele fraaie koninklijke balkonscène samengesteld. En Harry en Meghan komen er straks natuurlijk ook bij te staan. En een familieuitje voor de Deense prins Joachim, hier met vrouw en 3 van zijn 4 kinderen. Ze zijn hier bij Legoland, dat dit jaar een jubileum viert. En de jongste kinderen mochten het nieuwe seizoen openen, vandaar de confetti daarnet. Op 7 juni bestaat Legoland 50 jaar. Terug naar Maxima, want die stal afgelopen dinsdag in Amersfoort de show met een knalroze jurk werkelijk. Bij het 10-jarig jubileum van de stichting Het Begint met Taal droeg ze een creatie van het Brusselse modehuis Nathan. Draagt ze wel vaker dingen van en vooral de Engelse pers was er lyrisch over werkelijk. Een korte, snelle impressie. De Daily Mail noemde Maxima zelfs de Color Pop Queen, zou je maar gezegd worden. Tot zover Royalty Vandaag. Volgende week schrijft Pieter Klein-Beernink gewoon weer aan. Bedankt voor het kijken. Tot dan.